Zullen we een song gaan zingen? Door middel van attributen hebben mensen zoiets van, oh ja, god, dat hadden wij vroeger ook. Ik heb nog zo'n rood vergiet. Oké. Okay. Ik vind het leuk om weer andere mensen te zien, andere ideeën te horen. En dan anders zit je de hele dag met elkaar in huis. Het is een gezellige bijeenkomst, maar wel heel zinnig. Een zinnige bijeenkomst, dus dat uitwisselen van die ervaringen. We gaan het vandaag hebben over eten en drinken van vroeger. Nou, ja. Ik heb ze allemaal vergeten groentes opgehangen. Tijdens die bijeenkomsten halen we herinneringen op met mantelzorgers en de zorgvragers, de dementerenden. Met als doel eigenlijk om het contact tussen de dementerenden en de mantelzorgers te vergroten. En het eigenlijk ook vooral heel erg gezellig met elkaar te hebben. Pastinaat, ja. Wie weet wat dit is? Het is heel leuk. Als ze hier zien van hoe je aan de hand van attributen en geuren en smaken herinneringen kunt ophalen, kun je dat thuis natuurlijk ook heel goed uitproberen. Want de mensen krijgen daardoor een positief gevoel. Als de dementerende ook een positief gevoel heeft, is dat veel prettiger in de hele huiselijke sfeer. Dus uiteindelijk hou je het gewoon langer vol met elkaar. Magree, als ik jou nou een leeg bord geef, hè? Ja. Ik geef jou een leeg bord. Wat zou jij nou het allerliefste op dat bord zien? Wij hebben nog geen zin om op een appartement te zitten, want... Hij woont 200 meter van het bos af. Even de straat uitloop, kijk ik al in het bos. Helemaal leven, dus gewoon heerlijk. Maar is er iets wat je echt heel erg lekker vindt? Ja, aardappels met... Mantelzorgers leren een beetje wat dementerend ook nog kunnen. Vaak is het, ze kunnen steeds minder, maar ze kunnen ook nog wel heel veel als je het ze maar aanreikt. Je maakt dit mee, maar je bent leek. Ja, je weet niet wat je te wachten staat. Je weet niet, doe je het goed, doe je het niet goed? Dat is gewoon de vraag. En nu hoor je van anderen van, nou, die doet het zo, die doet het zo. En je neemt mee wat je denkt van, nou, dat past bij mij. Een van de dingen is dat mantelzorgers wat leren over wat dementie nou is en hoe ze met dementerenden om kunnen gaan. Als ik jou dit potje nou geef en je ruikt dat, waar denk je dan aan? Ruik maar eens. Laat ik even kijken. Moet je daar ergens aan denken? Af en toe heb ik het moeilijk om te praten. Oké. Dus dan moet je niet schrikken. Ik vergeet ook heel gauw wat, dus ik zit even te bedenken wat we ook eigenlijk zeggen. Het is wel lekker. Ja. Dus komt maar, ruikt bekend, of niet? Nee, geen gezeur, zal ik maar zeggen, over het is zo erg of het is zus of zo. Of, er wordt gewoon gezegd van hoe het staat. En niemand is triestig of is anders. Daar kun je praten en je kunt lachen. En dat is heel erg leuk. Nou, soms proeven we ook dingen. Zien. We laten altijd heel veel attributen zien. Muziek zijn we wel mee bezig. Dus dingen horen. Maar wij proberen eigenlijk alle zintuigen te prikkelen. Als je bijvoorbeeld de geur van kaneel afsnuift. Heel veel mensen denken aan stoofpeetjes of aan appelzaad of aan kruidkoek. Kaneel. Ja. Kijk. En als je aan kaneel denkt, wat denk je dan? Aan kaneel, lekker. Kaneelstokje. Kaneelstokje. Ja. Er is eigenlijk nooit iets goeds of nooit iets fouts. We halen herinneringen op. En dat kan dus bijvoorbeeld gaan zoals we gezien hebben over het eten en drinken. En het is nooit goed of fout, want of iemand nou graag nasi lust of aardappels lust, ja, dat is zo. Dat is zijn of haar beleving en dat is altijd goed. En dat proberen we ook heel erg te benadrukken. En als iets goed is, krijgen mensen daar een positief gevoel van. Dat hoor je dat zegt. Dan heb je als mantelzorger misschien wel even van, nou, er klopt helemaal niks van. Maar ja, er is geen man overboord of het nou klopt of niet. Want ik word wel gek als hij zoveel keer... 10 keer hetzelfde vraagt en ik heb wel heel veel geduld en op een gegeven moment zeg ik, wow, hou je mond, ik schrijf het op, ik zeg geen antwoord meer. Als je dat kunt een stukje gebak krijgen voor Gering en hier mij dus even de vloer aanvegen, daar denk ik niet meer aan dan. Een beetje humor is wel heel erg belangrijk. En dan mag je gelukkig zijn dat je het hebt. Oh, prachtig om te zien, hè? We hebben het niet alleen over eten, maar ook over drinken, hè? Ja. Zijn dit typisch drankjes van vroeger? Je kan overal over praten. Met mantelzorgers kan ik ook heel goed praten, want je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Ik denk dat je het niet moet opkroppen. Ik denk dat dat het moeilijkste is van alles. Mensen die het opkroppen, die het niet uiten. Maar ik weet niet hoe lang je dat dan volhoudt. Ja.
dat je je niet ervoor hoeft te schamen. Dus dat vind ik heel belangrijk, dat ik erover kan praten. Maar er zijn misschien mensen die zich ervoor generen en daardoor zich terugtrekken. En doe dat alsjeblieft niet, maar wees open. En dat heb je dus met die bijeenkomsten. Dat je zegt van, nou, je praat er vrij over, je praat er. Maar ik denk dat je dan ook minder gaat voelen. Dat lijkt me ook niet best. En als een mantelzorger het langer volhoudt, kan een dementerende langer thuis blijven wonen. Ik ontmoet alleen maar begrip bij andere mensen ook, als ze het weten. En als ze het niet weten, dan krijg je misschien de gedachte van, wat doet dat mensen raar? Weet je wel, drie keer vragen. Als ze het weten, is dat normaal? Dan heeft iedereen daar begrip voor. Het is gewoon zo. Hij is aan het vergeten. En ik ben daarbij.